Goedemorgen, broeders en zusters en gasten. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. Een aantal weken geleden, toen wij hier mochten zijn in jullie midden, toen heb ik al gesproken, de laatste keer hier, over het schuldoffer. En we zijn nu een klein beetje in een serie beland van offers uit het Oude Testament, uit Leviticus. En we zijn begonnen, weer een aantal weken daarvoor, met het brandofferaltaar. Wat heen wees naar de Heer Jezus die volkomen de wil van de Vader heeft gedaan. En de laatste keer hebben we het over het schuldoffer gesproken. Toen ben ik ook begonnen eigenlijk met het voorbeeld van dat varken. En in ieder geval twee varkens. En eigenlijk wil ik dat weer opnieuw herhalen om een klein beetje duidelijkheid erover te krijgen. Om de offers, het verschil tussen het schuldoffer en het zondoffer een beetje duidelijk te maken. Dat het schuldoffer veel meer zegt over onze daden. En het zondoffer zegt veel meer over onze zondige natuur. En dat niet alleen, maar dat zal ik straks nog verder uitleggen. Maar dat varken, het voorbeeld wat ik aanhaalde, stel je voor dat je twee varkens hebt. En het ene varken zet je in een hok en dan spuit je helemaal mooi roze. En een mooie vloerbedekking leg je hier en hij staat hier mooi staan. En dat varken ziet er helemaal keurig uit aan de buitenkant. En aan de andere hok is hier een varken wat helemaal in de modder, helemaal onder de modder zit. En die twee varkens duiden eigenlijk iets aan. Is dat uiteindelijk hebben ze allebei dezelfde natuur. Het verschil is dat het ene varken onder de modder zit en het andere varken schoongepoetst is. Je zou zo kunnen zeggen, als je doorvertaalt naar tussen haakjes naar de mensen, dat het ene varken die onder de modder zat, die moest een schuldoffer brengen voor zijn schulden, die voortkwamen, als de modder het beeld van de zonde is, die voortkwamen uit zijn zondige natuur. En het andere varken, al zou hij nou niet in de modder, dus geen zonden gedaan hebben, heeft hij nog steeds dat zijn natuur in zijn binnenste niet deugt. En moest hij alleen een zondoffer brengen. En dit horen we ook vandaag de dag heel vaak om ons heen. Aan mensen die vertellen, ik had van de week ook weer iemand die zei, ja, als iedereen nou was zoals ik, dat ik mensen lief heb, ik doe alleen maar goed, dan zag de wereld er heel stuk beter uit dan nu. En toen zat ik te bidden en zeg, Heer, wilt u wijsheid geven om ook deze mensen in de strik waarin zij zitten te helpen? Want 2 Korinthe 4, vers 4 zegt Paulus dat de Satan de mensen, hun harten, hun gedachten verblindt, opdat zij de heerlijkheid van de Heer Jezus hun niet zou beschijnen, zou bestralen. Dat ze gaan leven tot glorie van zijn naam, waartoe wij alle gemaakt zijn om hem de eer te brengen. Dus zelfs als iemand heel zijn leven lang voor zijn beleving goed doet, dan zegt de Bijbel nog steeds dat wij een zondige natuur hebben. En daardoor kunnen wij niet bestaan vanuit onszelf voor de levende God. En daarvoor moest ook Christus komen, want al deze offers, de 5 offers, het brandoffer, het graanoffer, het dankoffer, het zondoffer en het schuldoffer, 5 hoofdoffers, wijzen allemaal heen. Die moeten ons allemaal duidelijk maken wat dat ene offer is, de Heer Jezus Christus. En deze offers kunnen ons een beetje helpen om meer zicht te krijgen om wie de Heer Jezus Christus is. Dat Hij volkomen alles heeft volbracht voor zijn hemelse Vader en ten tweede voor jou en mij, dat wij daarin mogen delen. En dat is een geweldig iets. Dat we mogen weten dat de Heer Jezus ook vandaag nog steeds zondaren zoekt. Hij zoekt geen rechtvaardige mensen, maar hij zoekt zondaren. Daarvoor kwam hij. Om hen vergeving te schenken. En om hen te reinigen van alle zonden die zij hebben gedaan. Zo is het eigenlijk ook dat als twee mensen, dat voorbeeld gebruik ik wel eens, ook wel eens met gesprekken met mensen. Als twee mensen een ziekte zouden hebben, AIDS. Noem maar even een zijstraat. En ze zouden een kind krijgen en dat kind zou dat ook hebben. Dan kan dat kind, vraag ik altijd, kan dat kind daar wat aan doen? Nou, elk mens zegt dan nee, natuurlijk niet. Want ja, dat kind is geboren uit hun ouders en heeft die ziekte meegekregen. Nou, zo zegt de Bijbel ook, dat Adam en Eva hebben gezondigd. En allen die uit Adam komen, delen in de zonde van Adam. En daarvoor moesten zij allemaal de dood sterven. En dat is het heerlijke, het wonder, dat er één was die niet uit Adam is geboren. Dat is de tweede Adam, de Heer Jezus Christus. Hij is de Zoon van God die in de maagd Maria is verwekt
door de Heilige Geest, niet door een man. En daarom is ook Jezus de enige die naar deze wereld en op deze wereld heeft gewandeld zonder zonde. Hij is niet voortgekomen uit Adam, maar hij is uit God geboren door de Heilige Geest in de maagd Maria. En daarom is Jezus het antwoord voor deze wereld. Jezus Christus, de Zoon van God. Nou, het zondoffer in het Hebreeuws, daar staat er het woord hatat, dubbel T. Het woord hatat, en het woord hatat, dat betekent reinigingsoffer. Kijk, al deze offers wijzen natuurlijk heen naar datgene wat toen nog moest geschieden. En wij kijken terug, 2000 jaar terug, wat toen is geschied, waar wij nu in delen. Hun stonden nog voor dat Jezus moest komen. Wij zijn erna en kijken terug op datgene wat is gebeurd 2000 jaar geleden aan het kruis van Golgotha. Dus het zondoffer kun je niet helemaal stellig zeggen dat het alleen maar met onze zondige natuur zou te maken hebben. En we weten ook allemaal dat ook de Israëliet onder het oude verbond kreeg nog geen nieuwe natuur. Maar het is wel een mooie heenwijzing dat zelfs daar een oplossing voor is gekomen, voor onze zondige natuur. Dat zelfs daarvoor een offer gebracht kon worden. God had toen in de offers al voorzien voor elk probleem wat heenwijst naar de Heer Jezus Christus. Dus het gaat niet alleen een heenwijzing naar onze zondige natuur, maar het is ook een heenwijzing naar reiniging. Want het Hebreeuwse woord hatat betekent reinigingsoffer. Maar omdat het ook staat bij de persoonlijke zonde van een mens, wat we gaan lezen in Leviticus 4, hebben de vertalers ervoor gekozen om het woord zondoffer te gebruiken. En een voorbeeld te geven dat het niet alleen maar met zonden te maken hebben, jullie mogen opzoeken Leviticus 4, is bijvoorbeeld ook natuurlijk, als het woord hatat ook reinigingsoffer betekent, dan kunnen we bijvoorbeeld opmaken als een vrouw een kindje baarde, dan moest er zelfs een zondoffer gebracht worden daarna. Nou, dat had natuurlijk niks te maken met zonde dat die vrouw gezondigd zou hebben. Maar dat had te maken met reiniging. Dus zo was ook het zondoffer wijst heen naar de reiniging. En ik denk dat ook deze morgen dat we misschien wel meer stil zullen staan bij de reiniging dan bij onze zondige natuur. Hoewel dat heel veel ook met elkaar te maken heeft. Ik wil met jullie gaan lezen Leviticus 4, waar het gaat over het zondoffer. Dan wil ik vers 1 tot en met 12 met jullie gaan lezen. Er staat bij mij boven wetten voor het zondoffer. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg als een persoon zondigt door een onopzettelijke overtreding van enig gebod van de Heere, iets wat niet gedaan mocht worden, maar wat hij toch doet tegen een van de geboden. Onopzettelijke zonde gaat het hier over. Vers 3, ook als de priester de gezalfde gezondigd heeft, en hier gaat het over de hoge priester, zodat het volk schuldig wordt, dan moet hij voor zijn zonde die hij begaan heeft als zondoffer aan de Heeren een jonge stier aanbieden. Het jong van een rund zonder enig gebrek. Dan moet hij de jonge stier bij de ingang van de tent van ontmoeting voor het aangezicht van de Heeren brengen, zijn hand op de kop van de jonge stier leggen en de jonge stier slachten voor het aangezicht van de Heeren. Vervolgens moet de priester, de gezalfde, een deel van het bloed van de jonge stier nemen en het naar de tent van ontmoeting brengen. Dan moet de priester zijn vinger in het bloed dopen en een deel van het bloed moet hij 7 keer sprenkelen voor het aangezicht van de Heeren. Namelijk voor het voorhangsel van het heilige. En de priester moet een deel van het bloed strijken op de horens van het altaar voor het geurige reukwerk dat in de tent van ontmoeting staat voor het aangezicht van de Heeren. Dus op de horens van het reukofferaltaar. En hij moet al het overige bloed van de jonge stier uitgieten aan de voet van het brandofferaltaar, dat bij de ingang van de tent van ontmoeting staat. Verder moet hij al het vet van de jonge stier van het zondoffer omhoog heffen, het vet dat de ingewanden bedekt en al het vet dat aan de ingewanden vastzit, dan de beide nieren met het vet dat eraan vastzit, tegen de lendenen aan en de kwab aan de lever, die hij tegelijk met de nieren moet verwijderen. Net zoals het van het rund van het dankoffer omhoog geheven wordt.
De priester moet dat vervolgens op het brandofferaltaar in rook laten opgaan. Maar de huid van de jonge stier en al zijn vlees met zijn kop en met zijn poten en zijn ingewanden en zijn mest, dus heel de jonge stier, moet hij naar buiten brengen, tot buiten het kamp, naar een reine plaats. Naar de stortplaats van de as, dan moet hij hem op hout met vuur verbranden. Op de stortplaats van de as moet hij verbrand worden, tot zover. Als je het hoofdstuk verder zou lezen, dan kom je 4 categorieën tegen in dit hoofdstuk. Dat is 1, als de hoge priester gezondigd had, dan moest er een stier geofferd worden. 2, dat is vanaf vers 13, als heel de gemeenschap gezondigd had. En dat was net zo zwaar als de hoge priester alleen gezondigd had. Want het moest hetzelfde offerdier geslacht worden. Voor allebei een stier. De derde categorie is een leider. Als een leider van een bepaalde groep in Israël een leider gezondigd had, dan moest er een geitenbok geslacht worden. En als een gewone Israëliet, man of vrouw gezondigd had, zonder opzet, daar gaat het zond over, dan moest er een geit of een lam geslacht worden. En als iemand zelfs geen geit of een lam had, kun je in Leviticus 5 lezen, dan mochten zij een duif offeren als zondoffer. En als je zelfs geen duif had, mocht je zelfs meel offeren. Dus God, en dat was heel opmerkelijk, want daar werd geen bloed gevloeid. Die zou kunnen zeggen, dat is iemand die geen besef heeft van de waarde van het bloed van Christus. Maar God heeft voorzien in alles, in heel de maatschappij, voor welke laag ook van de maatschappij, dat er vergeving is voor iedereen. Dat is heel mooi terug te vinden in Leviticus hoofdstuk 4 en een gedeelte van hoofdstuk 5. Dat God voorziet vanaf de hoge priester, zelfs als het hele volk gezondigd had, één leider gezondigd had of één persoon uit het volk gezondigd had. God had voorzien in alles. En daarom is het ook zo prachtig dat dit offer heen wijst naar de Heer Jezus, die voor ons tot zonde is gemaakt. 2 Korinthe 5 vers 21 zegt, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem, in de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus is geen zondaar gemaakt, want hij heeft geen zonde gedaan. Maar hij is voor ons tot zonde gemaakt. Christus heeft de zonde van de gehele wereld op zich genomen, kunnen we lezen. In 1 Johannes 1 en hoofdstuk 2. Hij is de verzoening voor de hele wereld. En daarom is er voor elk mens ook vandaag volkomen vergeving mogelijk, maar ook reiniging. Dat wij gereinigd worden ook in ons geweten om de levende God te kunnen en te mogen dienen. Want als je vrij bent in je geweten, dat is niks heerlijker als dat, om ook hem te mogen dienen en te prijzen. Want als we niet vrij zijn in ons geweten, dan kunnen we als het ware minder bruikbaar zijn in zijn koninkrijk. Want als jij een ander gaat getuigen van Jezus, maar je leeft zelf dat leven niet, dan gaat er weinig kracht van uit, toch? Nou, zelfs daarvoor, dit offer, het zondoffer, wees ook heen naar de volkomen reiniging door het offerdier, door het bloed wat daar gevloeid werd. Dus als de hoge priester gezondigd had, dan was als het ware de gemeenschap van God die daar woonde in de tabernakel, vloeide die heerlijkheid als het ware niet meer door naar het volk. Want er staat heel duidelijk, als die priester gezondigd had, die was de vertegenwoordiger van God naar de Israëlieten. Dus even terug naar Leviticus 4. Als die hoge priester gezondigd had, dan stond het hele volk schuldig. Dat is nogal wat. Dus de gemeenschap met God werd doorbroken. Zo precies ook wat Jesaja ons leert, dat er staat dat de zonde maakt scheiding tussen mens en God. Dat is ook wat hier gebeurde. Als de hoge priester gezondigd had, maakte dat scheiding tussen hem en God, maar ook voor het hele volk. Omdat onder het Oude Testament de priesters waren de vertegenwoordigers van God. Wij leven een veel rijker verbond. Nu Christus als de hoge priester gekomen is naar deze wereld. En dat wij allemaal priesters genoemd worden door Petrus. 1 Petrus 2 vers 9 zegt, als wij wedergeboren zijn, dat wij allemaal priesters zijn om de daden van God te verkondigen. Nou, deze hoge priester, als die gezondigd had, dan moest je dan doen. Dan moest hij een stier nemen. En dan staat er, zegt vers 4,
Dat laatste zinnetje moest hij zijn hand op de kop van het stier leggen. Weer ging daar de overdracht van de zonde over op het stier, op de stier. De zonde werd overgebracht op het stier en hij moest leunen, rusten op het offerdier. En wat staat er dan? Hij moest de jonge stier slachten. Hij moest zelf verantwoording nemen. Die hoge priester moest die stier meenemen, hij moest zijn handen erop leggen en dan moest hij verantwoording nemen voor de schuld die hij op zich had geladen. De zonde die hij had gedaan. Zelf verantwoording nemen. En daarom zijn ook wij, broeders, zusters, ook na wedergeboorte, dan is het nog steeds zo dat wij kunnen zondigen. Maar zijn wij ook verantwoordelijk voor onze eigen daden? Dat wij zelf verantwoordelijk zijn om de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus, die het ware offerlam is. Die niet alleen vergeeft, maar die ons ook wil reinigen, zegt 1 Johannes 1, vers 7 tot en met 9. Als wij onze zonden belijden, dan is God getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en te reinigen. Broeders, zusters, het is mijn verlangen en ook door die offers vind ik dat die als het ware een soort kapstok die ons helpen om steeds meer ook de waarde te zien van dat bloed. Hoeveel te meer, als het bloed al in het Oude Testament vloeide, maar hoeveel te meer dat het heenweest naar de Heer Jezus die zijn bloed heeft laten vloeien aan het kruis van Golgotha. Er is kracht in het bloed van de Heer Jezus ook vandaag. En ik hoop dat we vandaag iets meer mogen zien van de kracht van Jezus bloed. Die ons niet alleen wilt vergeven, maar ons ook wilt reinigen. En misschien zit je hier vanmorgen en moet je erkennen, ik heb al misschien al zo vaak mijn zonde beleden. Maar ik word nog aangeklaagd op de zonde misschien wel van het verleden. Of religieuze stemmetjes die de mens in de tang houdt om niet in vrijheid te leven. Christus stierf aan het kruis van Golgotha om de zonde niet alleen te vergeven, maar ook om ze weg te nemen, te reinigen. En dat vind ik een heel mooi beeld van, stel je voor, nou wij hebben geen vloerbedekking, maar even als voorbeeld te nemen dat wij thuis vloerbedekking hebben en mijn vrouw die heeft alles netjes schoongemaakt. En ik kom daar met allemaal modder aan mijn schoenen, kom ik daar haar woonkamer binnen en ik loop, zie in één keer, joh, ik heb heel per ongeluk natuurlijk, want het gaat hier over onbewuste zonde, gaat het over dat ik de vloerbedekking vies heb gemaakt. En dan zeg ik natuurlijk tegen mijn vrouw, vrouw, sorry, ik heb de vloerbedekking vies gemaakt, wil je mij vergeven? Nou, ze zegt natuurlijk tegen mij, natuurlijk wil ik jou vergeven. Kun je aan de vragen. Natuurlijk wil ik jou vergeven. Maar als zij mij dan vergeven hebt, dan is de vloerbedekking nog steeds vies. En dat is het beeld ook van dit offer, het zondoffer, dat hij niet alleen wilt vergeven. Het schuldoffer staat meer voor onze daden die voortkomen uit onze zondige natuur. Maar dat hij ook reinigt, zodat wij vrij zijn in ons geweten. En ons verleden achter ons kunnen laten, want Christus zelf heeft voor ons de prijs betaald. Hij is voor ons tot zonde gemaakt aan het kruis van Golgotha. De Vader heeft de zonde op de Zoon volkomen laten leggen. En de Vader kon de zonde niet aanzien. En daarom was het 3 uur dikke duisternis. Christus heeft dit vrijwillig op voor u en mij op zich genomen. Om volkomen u en mij ook in de vrijheid te zetten. Om in dit leven, hoe duister het ook kan zijn om ons heen, in vrijheid te leven. Want het zegt zo mooi, wat ik al heb aangehaald in 2 Korinthe 5 vers 21. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. God is een God van recht. Hij moest recht doen. Als God de zonde door de vingers zou zien, zou God niet recht zijn aan zichzelf. God is heilig, God is volmaakt en hij kan de zonde niet door de vingers zien. Er moet volkomen belijdenis van zonde zijn. En daarom moest er recht gedaan worden aan zijn eigen wezen wie hij zelf is. En daarom moest er iemand komen, de Heer Jezus zelf. Wij konden onszelf niet verlossen, broeders, zusters. Niemand kan van zichzelf zeggen, ik heb mijzelf verlost. God gaf zijn zoon naar deze wereld. En Gods gerechtigheid was dat zijn zonde moest sterven. Naar recht kan hij mij, u, jou en mij, kan hij volledig aanvaarden. Omdat mijn zonden zijn betaald aan het kruis van Golgotha. En dat hij er zelfs niet meer aan denkt. De reiniging van het bloed van Jezus, het voorwoord van de vloerbedekking, dat die zelfs gereinigd moest worden. En ik geloof als wij meer gaan zien van de waarde van dat bloed, dan wordt het ook een vreugdevolle leven in ons leven. De kracht van Jezus bloed reinigt van alle zonden.
En verlost ook van die aanklachtjes. En als we meer gaan zien dat het bloed van Jezus ook van die zonde reinigt, heeft de duivel ook geen grip. Want als we vrij zijn, zoals Jezus zelf ook zegt in de evangelie, de duivel vond aan mij niets. Zo is het Christus in ons die ons doet delen in hem. Dat wij daar een deel mogen hebben aan dat nieuwe, die nieuwe schepping in Christus Jezus, onze Heer en Heiland. En hier in het Oude Testament zien we al dat die priester, of als heel de gemeenschap gezondigd had, dan moest daar de handen op die stier gelegd worden. En dan moest die stier geslacht worden. In plaats van hem. En hij ging vrij uit. Niet om wie hij was. Dat ging niet meer om de offeraar. Het ging om het offer wat gebracht was. Ik sprak pas een oudere man. En Edward was erbij. En die man die zit het hele leven lang al in de kerk. Maar hij heeft geen vrede met God. En toen dus vertelde ik van, ik zeg, joh, dat ging dan uit eigenlijk over welk offer je ook neemt. Maar in ieder geval over het offer uit het Oude Testament. Toen vertelde ik hem heel eenvoudig. Ik zeg, joh, als nou die offeraar daar kwam met dat lam of met een stier. En dan ging dan naar de tabernakel. En dan legden ze handen op dat beest. Ging de zonde over op dat dier. Dat is het symbool daarvan. De zonde, hij moest leunen op dat lam. Ik zeg, wat gebeurde er toen? Ik zeg, toen ging die man ging vrij uit. Vrij uit, de tabernakel ging hij vrij uit. Ik zeg, wie aanvaarde God, vroeg ik aan die man. Ik zeg, aanvaarde die nou die offeraar? Was het nou op grond van die offeraar? Of op grond van het lam wat stierf in zijn plaats? Ze zat zo te denken. En die man zegt, ja, op grond van het lam, dat kan niet anders, ja. Ik zeg, en die man ging vrij uit. Het lam stierf in zijn plaats. De stier van die priester stierf in zijn plaats en hij kon vrij uitgaan. Hij kreeg vergeving. En hij kreeg reiniging door dat bloed. Wat heen wees toen naar de Heer Jezus, maar vandaag ook reinigt dat bloed nog steeds. En toen zeg ik tegen die man, als nou de Heere God dat lam heeft geaccepteerd. Het lam Gods dat de zonde de wereld wegnam. Als God de Vader werkelijk tevreden is met het lam, met Jezus Christus. Die volkomen de wil van de Vader heeft gedaan. Zeg, bent u dan ook tevreden met het lam? En die man keek mij aan. Hij zegt, hier moet ik over nadenken. Het is de duivel ook vandaag, die ogen, die harten verblindt, mensen die tot aan hun dood toe worstelen, niet zien dat de kracht is in Jezus' bloed. Wie het aangrijpt. Wie het bloed aangrijpt, wie het bloed aanvaardt. Want God aanvaardt u niet en mij om uw zondekennis, hoor. God aanvaardt u niet, jou en mij niet, omdat wij misschien heel goed hebben geleefd of heel veel hebben gebeden of wel wat dan ook, wat je ook opnoemt. Er is maar één ding wat God ons doet aanvaarden. Waarom hij ons aanvaardt, dat is Jezus alleen. En hij moet de eer krijgen in u en mijn leven. Dat is ook zijn verlangen. En wij mogen daarin delen. Vergeven te zijn. Gereinigd te worden door het bloed om hem te mogen dienen. Broeders, zusters, het is mijn verlangen dat we meer gaan zien van het bloed van Jezus. Dat we vrij leven in een verhouding met God en onze hemelse Vader. Dat we een relatie hebben met onze hemelse Vader. Dat hij goede gedachten over ons koestert. En als hij dan nu door de geest in ons woont in het nieuwe verbond en goede gedachten over u en mij koestert, dan kan het toch niet anders dat wij ook over elkaar goede gedachten koesteren. Als wij de gedachten hebben van Christus, dan kan het niet zo zijn dat wij verkeerde gedachten over elkaar hebben. Broeders, zusters, dan gaan we dat nieuwe leven leven. En dan gaan we de fouten van de mensen, gaan we niet meer zo op letten. Die zullen we heus misschien wel zien, maar dat is makkelijk. Maar dan gaan we zoeken om de Heer, wilt u ons helpen om die mensen die nog vastzitten in die strik, om ze te helpen en hun ogen geopend worden. Want in het evangelie van Jezus Christus zit kracht, dat we mogen getuigen, mogen belijden van de liefde van het Lam van God. Christus die stierf vrijwillig in jou en mijn plaats. Dat is onvoorstelbaar. En zo moest die priester, die het daar nog helemaal niet door had, dat er allemaal heen wees naar Christus. Ik denk dat vele offers die daar gebracht zijn, helemaal niet beseften wat het inhield dat het heen wees naar de Zoon. Maar God naar, wat voor Gods aangezicht een spelende was voor zijn aangezicht, zegt Spreuken 8. De Zoon, Christus, spelende voor zijn aangezicht. Hoeveel te meer ook nu in het nieuwe verbond, dat hij Jezus in de gemeente ziet. Als hoofd gegeven aan het lichaam. Dat hij ook zijn Zoon ziet in jou en mijn leven. En dat de wereld de Zoon gaat zien in jou en mijn leven. Christus gaat ontdekken. Want hij wil ons gebruiken om door ons heen ook de wereld te bereiken. Maar dat heeft absoluut ook te maken dat wij vrij leven
en vertrouwen op het bloed van het lam. De waarde van het offer van het bloed, want er is zoveel bloed gevloeid in het Oude Testament. Wat heen wees naar Jezus. Eén offer. Al die offers in het Oude Testament konden er niet aan tippen dan dat één offer aan de Heer Jezus. Daar zullen we straks nog even iets van lezen. Maar even nog terug naar Leviticus 4. Het was dus de relatie, de gemeenschap was verstoord met God. En daardoor moest daar die stier sterven en hij moest die stier slachten. En wat staat er dan in vers 6? Dan moest de priester zijn vinger in het bloed dopen en een deel van het bloed moest hij 7 keer sprenkelen. Voor het aangezicht van de Heer. Voor Gods aangezicht. God wil dat wij volgens zijn aangezicht komen op grond van het bloed van Jezus. Of durf je niet? Toen die priester daar kwam, hij zou misschien wel bang geweest zijn, doe ik het wel goed. Maar op grond van het bloed kon hij daar binnen gaan. En 1 keer per jaar de hoge priester, bij de grote verzoendag, voor de zonde van het hele volk, ging hij daar naar binnen. Ik denk wel eens dat ik maar in verplaats, die hoge priester die daar naar binnen ging, die wist, als ik iets niet goed doe, val ik dood neer. Als ik niet mijn bloed meeneem, val ik dood neer, daar in het heilige der heiligen. En zo kun jij je misschien ook wel aangevallen voelen. En je denkt van ja, doe ik het wel goed. Maar als ik op grond van het bloed tot de Vader ga, in Christus, lieve broeders en zusters, zijn wij aanvaard in het Lam van God. Wie zijn zonde beleidt. Door het bloed van Jezus, wat heerlijk reinigt. En dan staat het 7 keer, getal van volheid. Het is volkomen, wijst dat heen naar de volheid die er is in Christus. Voor het aangezicht van de Heer, namelijk voor het voorhangsel van het heilige. En de priester, die moest een deel van het bloed strijken op de horens van het altaar van het geurige reukwerk. Nou, Psalm 141 vers 2 spreekt er ook zo mooi over. En die psalm, ik zal die vers even voorlezen, daar zegt David, een psalm van David, laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht staan. Laat mijn opgeheven handen, dat is gewoon Bijbels, opgeheven handen, voor degene die daar misschien nog aan twijfelen, als het avondoffer zijn. Het avondoffer wees heen dat Christus stierf aan het kruis van Golgotha. Weer gebaseerd was het gebed op de Zoon. Wat David hierop profeteert. Als wij Christus in de tabernakel binnengaan en we zien daar de kandelaar die wijst heen naar het licht, de Heer Jezus. De olie die moest stromen, de Heilige Geest, wat licht gaf op het brood, de tabernakel, of in de tabernakel de broden die we tot ons moeten nemen, het levende brood. Als we helder zicht krijgen op Jezus, dan brengt ons dat in aanbidding. Aanbidding wordt verstoord door de zonde. Maar er is kracht in het bloed dat ik niet moet blijven liggen. Zondigen is erg, maar blijven liggen is nog erger. Maar onze zonde belijden. Dat we het erkennen, Heer Jezus, ik heb gezondigd voor u de levende God. Maar ik dank u voor het bloed wat mij vergeeft en wat mij reinigt. Opdat mijn gebed weer als een heerlijk reukwerk voor Gods aangezicht mag zijn. Dus u begrijpt wel, als we naar de bidstond gaan en er is verkeerde gedachte over elkaar, er is zonde in het midden, dan is het als het ware voor God geen heerlijk reukoffer. God blijft dezelfde. Maar als we dan gebruik maken van dat bloed, want er is een oplossing voor iedereen, en ik zet het recht naar mijn broeders en zusters, het schuldoffer, dan moet je maar terugluisteren als je het niet geluisterd hebt, wat heel duidelijk daarheen wijst, dat de schuld naar die naaste, dat we dat moeten rechtzetten, dan is het bloed van Christus wat vergeeft, wat reinigt, en daar is daar in de bidstond een heerlijke eenheid op grond van iets in onszelf. Nee, weer het offer. Het bloed van Christus. En dan zullen wij een reukwerk voor het aangezicht van God mogen zijn. Door Jezus. Onze onvolmaakte gebeden worden door Jezus volmaakt bij de Vader gebracht. Dus ik hoef niet te zoeken naar in mijzelf dat ik het volmaakt precies goed bid. Alsof we helemaal in de kramp zitten en niet fouten durven te maken. Wat zou die ander ervan vinden? God ziet het hart aan, broeders en zusters. Als God het hart dan ziet, dat we met elkaar hem de eer brengen die hem toekomt, dat het een reukwerk mag zijn voor het aangezicht van God. En hij moest het overige bloed van de jonge stier uitgieten aan de voet van het brandofferaltaar. Dat is ook meer dan, daar kwam ook de gewone Israëliet die daar uiteindelijk gezondigd had en daarbij het brandofferaltaar werd zijn offer gebracht. Dat wijst ook weer op de persoonlijke daad van ieder. Wat daar ook weer heen wijst, de brandofferaltaar naar Christus zelf. Die zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. Dan hebben we gelezen vers 8 tot en met 10, daar wil ik niet te veel op ingaan. Daar gaat het over het vet. Over het vet en dat lezen in vers 31. Dat was een onderdeel van het zondoffer, wat toch een aangename geur was voor God. Ik heb de vorige keer gezegd, je hebt 5 offers, hoofdoffers. Het brandoffer, het graanoffer en het dankoffer.
dat zijn drie offers die volledig een aangename geur waren voor de Heere God. Alleen het zondoffer en het schuldoffer is een aparte categorie. Dat was niet een aangename geur voor God op één onderdeel na. Dat was het vet. En we snappen natuurlijk wel, Christus die de zonde droeg aan het kruis van Golgotha, dat was natuurlijk niet aangenaam. De zonde kon God niet aanzien. Hij moest 3 uur lang dikke duisternis zijn. Maar in Christus zelf zien wij wel de volheid, het vet wat heenwijst naar innerlijke rijkdom. Dat Jezus volkomen, ondanks dat hij tot zondoffer is gemaakt, wel de volmaakte is die stierf ons aan het kruis en de wil van de Vader tot in de dood heeft volbracht. Dus dit onderdeel wijst heen naar het volmaakte offer der Jezus Christus. En dan komen we aan in vers 11. Maar de huid van de jonge stier en al zijn vlees met zijn kop, met zijn poot en zijn ingewanden en zijn mest, dus heel de jonge stier behalve dat vet, moet hij naar buiten brengen. Tot buiten het kamp, naar een reine plaats, naar de stortplaats van de as. Dan moet hij hem op hout met vuur verbranden. Op de stortplaats van de as moet hij verbrand worden. Ik zat zo in mijn voorbereiding te denken en in één keer dacht ik, ja, één onderdeel. Het is alleen Jezus wat een heerlijke, aangename geur is voor God de Vader. Christus alleen. En ik mag daarin delen, u mag daarin delen. Maar hier staat dat buiten de legerplaats, ja, buiten de tabernakel, buiten Jeruzalem, daar werd het hele dier, de huid van de jonge stier, het vlees met zijn kop, en toen dacht ik, ja, onze gedachten zijn ook bezoedeld, toch, door de zondige natuur. Met zijn poten, onze wandel is bezoedeld door de zonde. Zijn ingewanden, ons innerlijk, de zondige natuur, worden we allemaal geboren uit Adam met de zondige natuur. En de mest die daaruit voortkomt, de zonde. Om zo maar even aan te geven, de mens, als we in het licht van God gaan zien wie wij zijn, in onszelf, dan zijn we verwerpelijk als het ware van God. En daarom is het zo wonder dat God zijn Zoon heeft gegeven voor verwerpelijke mensen, die eigenlijk verwerpelijk zijn, maar hij heeft zijn zoveel liefde voor ons, om ons onder die macht vandaan te trekken, om deel te krijgen aan de Heer Jezus, aan zijn recht, aan die nieuwe natuur die hij schept in het nieuwe verbond. En al in het oude verbond lees je daar zoveel van. Moet je maar eens heel even ook naar de psalmen gaan. Psalm 51 van David. Ook prachtig hoe David dat zegt, dat hij ook verlangt dit principe in zijn leven te kennen. Niet alleen vergeven te worden, maar ook ontzondigd te worden. Nou, we weten allemaal de zonde van David met Batseba. De zonde van Uria die hij liet sterven daarvoor. Hij had verschrikkelijke zonde gedaan. Maar in het licht van God was het openbaar gekomen. En hij zijn benen verdorde. Hij kon niet blijven bestaan voor de God. Hij had innerlijk onrust. En dan lezen we in Psalm 32 lees je over dat hij zijn zonde bekend maakt. En dan vraagt hij om vergeving. En krijgt hij vergeving. Maar in Psalm 51 gaat hij een stap dieper. Want je kunt vergeven zijn, maar toch heel je leven lang achtervolgd worden door datgene wat je gedaan hebt misschien. Dan zegt hij in Psalm 51 vers 9, ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Ontzondigen, reinigen heeft dat ermee te maken. Met hyssop, dat is een plantje wat gebruikt werd, ook al in het Oude Testament, waar ze indoopt in vloeistof of met het bloed, toen ze uiteindelijk uit Egypte vertrokken, dat ze het bloed aan de deurposten smeerden. Die hyssop wijst ook weer heen naar Christus, die stierf voor ons aan het kruis van Golgotha. En dan roept hij het uit, ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. En misschien even tussendoor, het zondoffer is ook een reinigingsoffer. Maar je had nog een reinigingsoffer, dat hebben we niet gelezen. Dat kunnen we natuurlijk ook allemaal deze morgen niet behandelen en lezen. Maar je leest ook in Numeri 19... lees je ook over een reinigingsoffer, dat er een rode koe geslacht werd, die werd helemaal verbrand, ook buiten de legerplaats, daar kom ik straks nog even op terug. En die rode koe, die werd helemaal verbrand. En dan werd die as, die werd apart gelegd, en als er dan iemand een dode aan had geraakt, hè, door de zonde moeten we allemaal sterven, als een vloek op de zonde als het ware, als iemand een dode had aangeraakt, dan was de eis dat hij ontzondigd moest worden. Wat gebeurde er dan? Dan werd er van die koe, werd de as genomen, die werd in een pot gedaan en er werd bronwater op gegoten. Dan ging het plantje hyssop daarin. En dan moest die persoon die met een dode in aanraking was geweest, die moest besprenkeld worden met dat hyssop.
wat hem reinigde om zo weer terug ook in de gemeenschap te komen. Ieder offer, daar kunnen we nu niet helemaal over uitweiden, wijst continu weer heen wat Christus heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Hij heeft het mogelijk gemaakt, wanneer er zelfs de ergste zonden gedaan zijn, dat daar volkomen vergeving is. En hier zegt David dat, want die wist al die wetten, ontzondig mij met hyssop, wat ook natuurlijk heenwijst naar Christus. Dan zal ik rein zijn. Niet in misschien, maar dan, hij wist, dan zal ik rein zijn. Want als je een dode had aangeraakt en jij liet jou niet reinigen met hyssop, moest je de dood sterven. Lieve broeders, zusters, is ook absoluut, de alverzoening is absoluut een foute leer. Want als iemand niet gereinigd wordt, moest hij uitgedelgd worden. Toen al in het Oude Testament. Hoeveel te meer vandaag, als Christus de Zoon volkomen de prijs heeft betaald en iemand het bloed van Christus afwijst, dan gaat die mens verloren. Wil God dat? Nee. Zijn liefde is juist voor hem gekomen aan het kruis van Golgotha. Christus stierf. En David was een gelovige, was toch niet wederom geboren, dat komt pas na Pinksteren. Maar hier David was wel een gelovige. Hij had een relatie met zijn God. En dan zegt hij, dan zal ik rein zijn, was mij. Dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Dan was hij weer vrij om te leven. Doe mij vreugde en blijdschap horen, zegt hij. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Indirect wijst dat heen ook weer naar Christus die volkomen voor ons aan het kruis gestorven is. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Iemand die in schuldnood komt, wordt dit een gebed dat hij dat beleidt. Maar ook dat we mogen bidden, Heer, delg het ook uit in mijn leven. Die zonde die jou misschien continu plaagt. Dat je het uitgedelgd wordt in ons leven. Dat is ook wat David hier roept tot de levende God. En dan zegt hij in vers 12, schep mij een rein hart, o God. Wat doet God in het nieuwe verbond? 2 Korinthe 5 vers 17. Daar zijn wij in Christus nu. Wie in het geloof de Heer Jezus aanvaardt, die stierf voor zijn zonde aan het kruis van Golgotha. 1 Johannes 1, 7 tot 9. Zijn zonde beleidt. De Heer Jezus bloed reinigt van alle zonden. Wordt een nieuwe schepping. En dan staat, daar blijft het niet bij. Want soms hoor je wel eens, je moet even een gebedje doen. En er wordt voor jou gebeden en alles is opgelost. En dan zijn we een paar weken verder. En daarna gaat die persoon, die ervaart allemaal problemen in zijn leven. En die gaat twijfelen. Het is niet echt geweest. Het is een momentopname geweest. Het is niet echt geweest bij mij. Terwijl hij toen wist, het was volkomen, het was oprecht. Het was volkomen, God de Vader heeft zijn hart aangezien. Maar wat is het tweede wat er moet gebeuren? Dat vinden we ook hier in de Psalm 51. David bidt niet alleen maar, schep mij een rein hart, o God. Wij moeten niet alleen in Christus, wij zijn in Christus niet alleen een nieuwe schepping. Maar, wat zegt hij? En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Wat wil ik daar nou mee zeggen? Als we Christus aanvaarden als onze Heer en Heiland, dan is daar iemand eigenlijk geplant in Christus. Maar geplant, als je een plantje plant, dat is een volledig volwaardig plant, is nog niet geworteld om vrucht te dragen. En dat is ook in jou en mijn leven nodig, geworteld en opgebouwd om vrucht te dragen voor de levende God. Dus als jij in jouw leven de Jezus hebt toegeëigend als jouw Heer, als jouw Heiland, volkomen hebt geleund op het Lam, meer hoefde niet. Leun op het Lam, de zonde werd beleden en de zonde ging over op dat dier. Dan is dat echt zeker weten dat ik dan in Christus een nieuwe schepping ben. En dat het Gods verlangen is dat de Heilige Geest in ons gaat werken en dat Gods Geest ons wilt helpen dat mijn geest sterker wordt. Samen met de Heilige Geest. Dat is groei. En dan moeten er dingen overwonnen worden. En het is mogelijk door Jezus, steeds meer als we op Jezus zien, hoe meer ik mag zien van het Lam van God, hoe meer ik mag zien alle facetten van alle offers, wat Christus in één offer voor mij en u hebt gedaan, dan wordt het een heerlijk leven. Een vrij leven heeft God voor jou en mij bedoeld. Misschien zit je in en zeg ja, ooit dat moment. Ik hoor wel eens broeders en zusters zeggen, ik verlang terug naar mijn bekering. En ergens doet me dat verdriet, want dan denk ik, Heer, ik wil helemaal nooit meer terug. Snap je wat ik daarmee wil zeggen, broeders en zusters? Wie in de Zoon blijft, zegt Johannes, zondigt niet. Daar was over nagedacht. Daarom hebben we nodig dat we meer en meer Christus mogen geopenbaard mogen zien. Ik wil niet terug naar mijn bekering. Ja, het was een heerlijk moment. Maar als het goed is, is er in ons leven een werk gedaan door de Heilige Geest. Maar God vraagt van ons steeds elke dag in afhankelijkheid te leven met Hem. Een relatie moet je onderhouden.
Als ik mijn vrouw nooit meer zie, gaat dat relatie stuk. Dan heb je toch gemeenschap met elkaar. Ook met elkaar als broeders en zusters. Als je uit elkaar gaat, gaat het vuur uit. En als iemand moeites heeft of worstelt daarmee met gedachten of wat het ook zijn mag, die boze zit niet stil. Dan zijn we geroepen om elkaar te helpen en te bidden, Heere, wilt u ook in mijn broeder en mijn zuster, wilt u hem, haar of jouzelf een standvastige geest geven? Vertrouwend op het bloed van het lam, wat echt volkomen de prijs heeft betaald. Want weet je, dit is zo heerlijk. Als de hoge priester gezondigd had, of zelfs de gemeenschap, moest er steeds een offer gebracht worden. Als het recht was, doordat hij die stier had geofferd, dan kon alles weer verder gaan. Maar als hij het de volgende maand weer deed, moest er weer een stier geslacht worden. Als hij gezondigd had. Hoe heerlijk is dat in het Nieuwe Verbond? Even verder de bladeren. Het Nieuwe Verbond, Hebreeën hoofdstuk 9. Nieuw Verbond, broeders, zusters. Jezus is het Nieuwe Verbond. Is gekomen om ons leven te geven. Is gekomen om ons te helpen om te overwinnen. Dat lees ik in Openbaring. Wie overwint? En door leugens gaan we uit praktijk van mijn eigen leven, uit praktijk van broeders, zusters om me heen en mensen die op je pad komen, zie je door leugens van de boze, want de demonen zijn springlevend hoor, die hun leugens inblazen. Gaan mensen liggen, worden ze overweldigd. Maar Gods verlangen is, als ik gemeenschap met hem heb, in zijn nabijheid komt, dan is daar de kracht van het bloed waardoor Satan moet wijken. Ik ken mensen, ook in mijn eigen familie, die het zelf ook hebben beleefd, dat ze aangeklaagd werden. Door religieuze gedachten, stel je voor dat ik het niet goed heb gedaan. Dan hangt het weer af van jou. Leugens. Christus zegt tot een ieder, kom tot hem, kom tot mij. Ik heb volkomen voor jou betaald. Maar hij vraagt dat we zijn nabijheid komen. Op grond van hoe dan? Eerst jou jezelf oppoetsen? Nee. Je mag komen zoals je bent. En als je dan in de gemeenschap bij de Vader komt, dan ga ik nooit meer zo blijven. Zijn geest gaat mij helpen om vrij te worden van zonde. Te overwinnen en anderen te helpen om hen ook verder te helpen. Dat is het lichaam toegroeiend naar het hoofd. Christus. En wat zegt dan Hebreeën 9? Heel het hoofdstuk gaat over de offers. Als je de offers goed bestudeert, dan ga je ook Hebreeën gaat meer open. Of andersom natuurlijk. Dat je Hebreeën goed bestudeert, dan gaan ook de offers meer open van het Oude Testament. Maar Hebreeën 9 vers 11. De volmaaktheid van het offer van Christus, broeders, zusters. Het offer van het stier was niet volmaakt, maar het offer van Christus. Let op, vers 11. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is die niet van deze schepping is. Zoals de hoge priester bloed moest binnenbrengen in het heiligdom, en op Grote Verzoendag één keer in het Heilige der Heiligen. Zo is het Christus, onze hoge priester, die voor ons tot zonde, niet tot zondaar, is gemaakt. Die de zonde volkomen heeft betaald aan het kruis. Is met zijn eigen bloed de hemelse tabernakel binnengegaan. Want de aardse tabernakel was een afschaduwing wat er in de hemel is. Dat moet geweldig zijn. Christus is daar binnengekomen met het bloed. Wat een gejuich moet dat geweest zijn, lieve broeders en zusters. En nog steeds, dat stopt niet. Hij is niet door bloed van bokken, hier heb je het vers 12, niet van kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. Voor eens en altijd, het hoeft niet meer opnieuw te gebeuren. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Die priester in het Oude Testament had een momentopname dat hij vergeven werd, die hoge priester. Als hij daarna weer zonde, dan moest weer het offer gebracht worden. Christus de hoge priester heeft een eeuwige verlossing voor jou en mij teweeggebracht, broeders, zusters. Want het bloed van stieren, zie je dat, hier heb je het, vers 13. En bokken en de as van de jonge koe, dat is nummer 19, dan gaan we dat ook begrijpen. Dus het gaat hier over het zondoffer en het gaat hier over het reinigingsoffer van ontzondiging met hyssop. Want hier gaat het over een koe en de as van de jonge koe op de verontreiniger gesprenkeld door die hyssopkwastje. Dat is eigenlijk een soort plantje, hè, wat gebruikt werd. Hen heilig tot reinheid van het vlees, maar geen nieuwe natuur kon geven. Nu, hoeveel te meer, als dat al gebeurde tot reiniging van het vlees, zodat ze weer mee konden doen in de gemeenschap, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft.
smetteloos aan God geofferd heeft. De geest kwam hem te hulp. Dat is ook heel belangrijk, hè, wat hier staat. Het was de geest, de eeuwige geest. Dus Jezus heeft door die eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft. Jezus kon niet zonder de eeuwige geest naar het kruis gaan. Bij zijn doop kwam de geest vanuit de hemel op hem, om hem krachtig bij te staan. Zo is vandaag de Heilige Geest, na Pinkster uitgestort, om u en mij heilig en smetteloos te maken, zegt Efeze 1. Heilig en smetteloos te maken. Dat betekent, wat is het kenmerk? Ik zeg tegen die man van de week, die zei, ja, als we allemaal goed doen, dan komt het goed. Ik zeg, nee, er is maar één waarheid. Hij zegt tegen mij, nee, er zijn veel meer waarheden die kunnen naast elkaar bestaan. Ik zeg, dat is onmogelijk. Er is maar één waarheid. Ik zeg, en weet je waar jij de waarheid kan aan herkennen? De waarheid maakt vrij. De waarheid maakt vrij. Het bloed van Jezus maakt vrij. Van al mijn zonden, van al mijn schuld, van al mijn aanklacht. Om de levende God te mogen dienen. En zelfs als ik het kruis op me moet nemen, mezelf moet verloochenen. Zoals Christus door die eeuwige geest geholpen werd om naar het kruis van Golgotha te gaan. Zo is het de Heilige Geest die ons helpt om ook het gekruisigde leven te leven. Niet meer voor onszelf te leven, maar voor hem. Om onze geweten, nou laat ik hem nog een keer voorlezen, vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft. Wat doet het bloed nu dan? Uw geweten reinigen. Reinigen. Vergeven, schuldoffer, maar nu ook reinigen, het zondoffer. Geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Het nieuwe verbond is, lieve broeders en zusters, dat mijn oude natuur, zegt Paulus in Romeinen 6, met Christus gekruisigd is aan het kruis van Golgotha. En daarom geloof ik met heel mijn hart dat dit oude lichaam moet ondergedompeld worden. Dat is naar de schrift van Christus, dat Jezus zegt dat we door geloof en doop, dat we uiteindelijk deel hebben aan het volledige nieuwe verbond. Door geloof en doop, door de onderdompeling, dat we ons oude leven begraven en opstaan in een nieuw leven. Om de levende God te dienen, want het oude natuur is gekruisigd, die laten wij achter ons. En de doop is daar het symbool ook van, uiterlijk zichtbaar teken. Dat wij laten zien ook aan de hemelse gewesten, ik behoor niet meer bij de oude wereld, maar ik behoor bij een nieuwe wereld. En dat ik door de Heilige Geest nu, als ik door de Geest leef, heb ik geen last van die oude natuur. Want wie door de Geest leeft, zal zeker de werken van het vlees niet volbrengen. Dat is het woord van God. Maar zodra ik weer afzak, de relatie niet onderhoud, niet met Christus bezig ben, niet als het ware geestelijk ingaat in het hemels heiligdom, geen gemeenschap heb met het bloed van het lam, dan kom ik weer opnieuw onder die oude macht. Want waar ik straks volledig pas van verlost word. Maar als ik nu leer leven door de Heilige Geest, op grond van het offer van het bloed van Christus, kan ik nu gewoon leven in hem. En dan zegt Johannes ook, wie in hem blijft, zondigt niet. Dus dan gaan we niet meer allemaal roepen, ja, maar ik blijf een ellendig mens, ik blijf een zondaar. Nee, wij christenen zijn toch een ander volk. En dat trof mij in afgelopen week, had ik in mijn stille tijd, in 1 Samuel 10 kun je dat lezen, dat Saul, die werd gezalfd. En dat trof mij, dat ene vers, dat er staat dat toen Saul gezalfd werd, werd het een ander mens. En weet je hoe fout het is afgelopen met hem? Omdat hij niet gehoorzaam was. Maar er staat wel dat door die zalving is een beeld van de olie, de Heilige Geest, wordt het een ander mens. Broeders, zusters, als wij gaan zien wie we zijn in Christus, dan zijn we toch een nieuwe schepping. Een ander mens geworden. Er moet toch iets zichtbaar worden in uw en mijn leven, dat ik daaruit leer leven. Een nieuwe mens, ja, die oude, waar die Satan mee komt, wat hij allemaal heeft gedaan, die is gekruisigd, die moest daarom ook sterven aan het kruis van Golgotha. Die heeft Christus meegenomen aan het kruis van Golgotha. En daarom is het heerlijk om te beseffen wat het bloed van Christus voor jou en mij mag betekenen. Ja, moet betekenen, broeders en zusters. Vergeven te zijn en ook gereinigd te zijn. En dat we echt voor elkaar mogen bidden. Dat elke gedachte, elk, als het ware een stemmetje in je hoofd die jou aanklaagt. Die aanklager moet op grond van het bloed zwijgen. Het bloed van Christus heeft volkomen betaald voor jou en mij. Lieve broeders en zusters, het heeft hem alles gekost. Maar wat mag het ons kosten? Laten wij de troon aangrijpen, broeders en zusters. Het is zo bijzonder, vond ik ook in de voorbereiding, als ik lees,
Als laatste gaan we nog een paar versen lezen in Hebreeën 13. Want het staat ook op het zondoffer. Hier haalt Hebreeën 13 heel duidelijk Leviticus hoofdstuk 4 aan. Dat die hele koe, behalve het vet, buiten de legerplaats verbrand moest worden. Daar zitten ook weer een aantal lessen die hiermee te maken hebben. Hebreeën 13. Hebreeën 13 vers 10. Wij hebben een altaar met een hoofdletter. Waarvan zij die in de tabernakel dienden niet bevoegd zijn te eten. Broeders, zusters. Er was daar allemaal nog brood. Heenwijzing naar. Wij hebben een altaar. Jezus. Waarvan wij mogen eten op grond van zijn bloed. Heb je een relatie met hem? Is er in jouw hart een verlangen dat je gereinigd bent van zonde? Dat je niet meer verlangt naar de dingen van de wereld. Maar dat je verlangt naar hem. Jezus zelf. O, broeders, zusters, zo mijn verlangen dat de heerlijkheid van God ons hart meer en meer mag bestralen voor wie hij is, voor jou en mij. En dan gaan de dingen vanzelf openbaar komen. Dan word je zacht, dan word je verbroken. En dan ga je broeders, zusters helpen. En dan ga je voor je naaste bidden die het misschien helemaal er tegenin gaan. Dat we ze voor de troon van God mogen pleiten. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde... Vers 11, door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen. Hier zie je het. Het bloed werd binnengedragen in het heiligdom. Werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Dat hebben we net gelezen in Leviticus 4. Het lichaam werd buiten de tabernakel verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God. Namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. Wat belijden wij? Jezus of onszelf? Christus belijden. En wat staat hier nou, zoals het vroeger in het Oude Testament... In Leviticus 4 wees al heen dat Jezus buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, op Golgotha zijn leven heeft gegeven. Buiten die legerplaats, daar staat hij vers 12. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort van Jeruzalem geleden. Hij is door zijn eigen broeders, ja, door zijn eigen broeders is hij gekruisigd. Aan het kruis van Golgotha. De religieuze mens vervolgt de geestelijke mens. Dat was daar zichtbaar. En nou zegt hij hier dat wij naar hem moeten uitgaan. Wat wordt daarmee bedoeld? Als wij in een religieus systeem zitten, dan moeten wij ons daaruit onttrekken. En wij moeten uitgaan naar Jezus. Buiten de poort heeft hij geleden voor jou en mij. En wat krijg je dan? Smaad. Van de mensen om jou heen. Smaad van de mensen die jou belasteren omdat jij niet de weg gaat volgens allerlei regels misschien. Maar als wij buiten, als wij Jezus willen volgen, broeders, zusters, dan moeten wij uit die religie, uit Jeruzalem, moeten wij naar Jezus vluchten. En wat ontdekken we daar? Hij is vol van barmhartigheid, vol van genade, vol van vergeving, dat niet alleen. Hij schept in mij een nieuw hart. Wat David nog niet kon beleven, ja, momentopnames denk ik wel. Maar dat wij nu blijvende inwoning door de Heilige Geest. Christus, het volmaakte offer, stierf voor jou en mij aan het kruis van Golgotha. En het is natuurlijk ook dat wij, zoals Psalm 1 zegt, dat wij uit de kring des spotters moeten uitgaan. Want dan word je niet gevoed. Dan word je naar beneden getrokken. Uit de kring des spotters, uitgaan. Uit de religieuze mensen. Dus pas op ook dat je geen discussies aangaat, heeft geen enkele zin, zegt de schrift. Zoek de gemeenschap met God. En hij geeft je kracht door de Heilige Geest. Al kom je dan in een moment dat je mag of moet getuigen, te midden van de religieuze mensen of van de wereld, dan is de Heilige Geest daar die jou helpt om jezelf te verloochenen en om hem zijn naam te belijden. Ken je dat? Dat je als het ware, ik zeg maar even gek, met je duimen zo zit van, Heer, hoe moet het? Ik kan het niet. En het treft me elke keer weer dat God geen mensen zoekt die het kunnen. God zoekt mensen die het niet kunnen. En die zeggen, Heer Jezus, ik ben afhankelijk van u. Wilt u het in en door mij doen? Dan worden we mild, dan worden we zacht en mogen we elkaar ook helpen.
Als jij belaagd bent door misschien smaad moet dragen, lieve broeders en zusters. Peter schrijft er zo mooi over, dan zijn wij zalig. Dan zijn wij zalig. Dan gaan we de zaligmaker ook beleven. En er is niks heerlijkers dan vrij in je geweten ook te zijn. Wat jou ook heeft aangedaan, wat jij ook hebt gedaan. Broeders en zusters, het bloed van Jezus reinigt van al mijn schulden, van al mijn zonden en mijn geweten. En dan als dat echt, hoe meer dat functioneert in jouw leven, als we zien, hoe meer we zien dat de kracht van Jezus bloed, des te makkelijker zou ik willen zeggen, wordt het om hem te dienen. Want hoe moet ik getuigen als ik getuig tegen iemand van, joh, Jezus maakt vrij van die of die zonde, maar je doet het zelf nog. Dan hebben die woorden toch geen kracht, dat is toch huichelen. Dus als wij bloed van Christus mogen zien, een relatie met Jezus mogen hebben, hij zal het doen. Wij kunnen het onszelf niet vrijmaken. Jezus maakt vrij. En daarom roept hij op. Niet één keer dat we een gebedje doen en we bidden en de boze wordt bestraft. Allemaal prima. Maar uiteindelijk, die boze moet wijken en iemand gaat vrij weg. Ik heb meegemaakt dat ik wegreed bij een broeder. En ik reed nog niet een paar kilometer verder. Dat ik werd alweer aangevallen. Toen ik net tot geloof was gekomen, heb ik ook heel veel strijd gehad waar ik doorheen moest. Heel veel strijd waar je doorheen moet. En dan mag je ontdekken. Dat is heerlijk om dan broeders en zusters te hebben die je met je hart kan delen. Dat je elkaar kan helpen. En steeds weer het woord van God voor mag houden. Broeder, zuster, ik wil je vanmorgen ook oproepen. Als je worstelt met misschien op jezelf blijft zien. Die valse introspectie. Wil ik je oproepen. De Heilige Geest helpt ons om op het Lam te zien. Hij het volmaakte zondoffer. De Heer Jezus Christus die voor ons tot zonde gemaakt is. Opdat wij zouden worden. Gerechtigheid van God in hem. Dat is een vrij leven. Recht voor hem kan staan. Door het bloed van het Lam. Laten wij dan ook niet verzuimen. Steeds weer naar Jezus te gaan. Ondanks wat wij ook doorheen moeten misschien. Maar laten we altijd dan een lofoffer brengen naar God. Namelijk de vrucht van lippen. Die zijn naam belijden. Amen. Laat ik kort danken. Liefdevolle trouwe Vader. Ik wil u echt bedanken dat u een levende God bent. Ik wil u echt bedanken, Heer, hoe heerlijk het is om te weten dat u eenmaal het offer, uw Zoon, de Heer Jezus, die spelende was voor uw aangezicht, heeft gegeven aan deze wereld. Wat een vreugde, Heer, verlost te zijn door Jezus bloed. Hij het volmaakte offerlam is. Dat u jong en oud roept om te leunen, om te steunen op dat offer. Op het bloed van Jezus. Heer, ik wil u de eer brengen. U de glorie brengen. Ik wil uw naam belijden. Samen met mijn broeders en zusters. Wilt u ons alstublieft helpen door de Heilige Geest. Om te getuigen van uw liefde op uw tijd. Help ons om te zwijgen wanneer wij moeten zwijgen. Help ons, Vader. Om in de gemeenschap van u te verkeren. Het woord te onderzoeken. En eenvoudig te vertrouwen, dat zoals Psalm 119, vers 130 ons leert, bij het openen van uw woord, geeft u niet wijze, maar eenvoudige inzicht. En Heer, ik dank u echt dat u dat doet door de Heilige Geest, dat u bij machten bent, om ons allemaal te helpen om het woord, de diepte van uw woord ook te mogen verstaan. Heer Jezus, ik wil u echt prijzen. Ik wil u de eer brengen op deze morgen. En ik dank u voor hier, voor al mijn broeders en zusters, voor elke ziel hier, jong en oud, dat we elkaar mogen lief hebben. Heer, dank u wel dat u goede gedachten over ons koestert en dat ook wij die mogen hebben over elkaar. Daar wil ik u voor prijzen en ik wil u bidden, Vader. Geef dat we steeds met het hoofd in verbinding zullen zijn. Met het hoofd en met u, o hemelse Vader. In gemeenschap met u en met elkaar, wat een wonder. Heer, wil ik u echt de eer voor brengen. Heer, ik wil echt bidden voor diegene die hier vanmorgen zit. Die misschien nog soms aangevallen wordt uit zijn verleden. Dat hij vandaag mag zien. Heer Jezus, uw offer reinigt ook mij van elke gedachte die niet uit u is. Heer, ik wil u prijzen. Dat we u mogen dienen, dat u zelfs verlangt dat wij u dienen. Vrij zijn door het bloed van Jezus. O Heer, ik aanbid u. Ik prijs uw wonderbare naam. Ja, ik wil een ieder, jong en oud, ook zegenen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In Jezus' wonderbare naam. Amen.